Suriname zal voor de tweede keer het Caribbean Urban Forum organiseren. De organisatie ligt in handen van de faculteit der technologische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname in samenwerking met de Caribbean Urban Forum uit Trinidad en Tobago en SPASU, de Spatial Planners Association Suriname. Angelica Namdar, trekker van de conferentie, zei tijdens een persconferentie dat het gaat om een academisch forum voor wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, belanghebbenden en geïnteresseerden in ruimtelijke ordening en aspecten daarvan. Namdar gaat in op de onderwerpen die tijdens het forum zullen worden besproken. De problematieken, de issues, maar ook de ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken die er zijn in het Caribisch gebied, met de focus vaak genoeg op het organiserend land bespreken, om hun onderzoeksresultaten presenteren en dan gaan we met elkaar in discussie, in communicatie over hoe verder en welke lessen de verschillende landen leren daaruit en hoe wij onze Caribbean Urban Agenda kunnen aanscherpen. Het thema voor dit jaar is Improving Resilience and Sustainability Through Innovation. Dus in het Nederlands het versterken van veerkracht en duurzaamheid door innovatie. Dat is vrij breed, maar omdat het vele vakgebieden raakt, maar het raakt ook als je in derde naar kijkt de ruimtelijke ordening en alle aspecten daaromheen. Klimaatverandering is ook een van de belangrijke punten die zal worden besproken. Mandaar gaat in op het belang van de organisatie van dit forum voor de universiteit. Dus we kijken altijd tijdens elke Caribbean Urban Forum naar education. Hoe staan onze programma's ervoor? Waar zijn de gaps? Wat is de lokale behoefte? Hoe moeten we dat aanscherpen? En hoe gaan wij daar collectief, maar ook individueel mee om? Als ik kijk naar de afgelopen jaren, hebben we programma's daaruit ontwikkeld. We hebben op de universiteit bijvoorbeeld de Master in Urban Planning en Management opgezet. Guyana heeft dat ook gedraaid. We hebben korte cursussen opgezet. We hebben modules binnen verschillende opleidingen aangescherpt. Dat is het in hoofdlijnen over onze Caribbean Urban Forum. Het Caribbean Urban Forum duurt van 31 mei tot en met 2 juni 2023.